Universiteit van Nederland. Het uiterlijk wordt steeds belangrijker. Het aantal cosmetische ingrepen groeit enorm. Wereldwijd, maar ook in Nederland. Dit is Annemette Hermans van de Tilburg University. Zij onderzoekt hoe met name jongeren en jongvolwassenen kijken naar cosmetische ingrepen. Ja, ik zie het ook steeds in mijn eigen omgeving steeds vaker. Ik vind het niet mooi als het zeg maar in extreem is. Als je echt alles aan jezelf laat verbouwen, dan vind ik het denk ik wel een stapje te ver. In 2011 werden er wereldwijd ongeveer 14 miljoen behandelingen uitgevoerd. En dat aantal verdubbelde, of meer dan verdubbelde, want in 2023 werden er ongeveer 35 miljoen behandelingen uitgevoerd. 35 miljoen behandelingen dus, in één jaar. En die toename vindt in elke groep plaats. Bij vrouwen, maar ook bij steeds meer mannen. Bij rijk en bij arm, universitair geschoold of praktisch geschoold. Wij zijn de Universiteit van Nederland. En deze aflevering vragen we ons af: welke invloed heeft die toename van cosmetische behandelingen op jongeren? Het is toch wel voornamelijk deze groep die zich heel veel bezighoudt met dat ideale plaatje en die beeldcultuur, bijvoorbeeld op sociale media. Weet je nog, met Monica Geus, die ging ook haar lippen opspuiten en toen werd dat hier ook heel erg. Mensen moeten er altijd jong uit blijven zien, er hangt een heel erg stigma op. Ouder worden, rimpels krijgen. En het is natuurlijk interessant om dan te kijken van, zij groeien op met zo'n genormaliseerd beeld. Gaat dat zich vertalen naar veel meer cosmetische ingrepen wanneer zij ouder worden en rimpels gaan krijgen of allerlei andere dingen aan zichzelf gaan zien waar ze misschien minder blij mee zijn? We hebben onderzoek gedaan bij middelbare scholen en mbo's. En eigenlijk zie je dat er eerst een beetje zo'n haatreactie komt van, oh, dat is belachelijk, van die hele grote borsten, hele grote billen. Maar als je dan een beetje doorvraagt, dan komt het al heel snel op, ja, dat is eigen keuze. En als je dan weer een beetje doorvraagt, nou, dan hebben sommige jongeren ook echt wel plannen om zelf ook dingen te laten doen. Uit het onderzoek van Annemette blijkt ook dat de jongeren een vertekend beeld hebben van hoe normaal een cosmetische ingreep is. Ze denken dat veel meer mensen iets laten doen dan de cijfers laten zien. Zo vroeg Annemette in haar onderzoek: wat denk jij? Hoeveel mensen hebben een ingreep laten doen? Dan bleek het echt een gigantische overschatting te zijn. In de Koopgoot in Rotterdam deden wij ook een testje. Doe eens een gok. Geef eens een ruwe schatting. Welk percentage van de Nederlanders heeft lipfillers? Ik denk net niet 50-50. Stel je voor, je zou alleen naar mensen tussen de 16 en 30 kijken, dan denk ik wel 60%. Oh, ik denk zeker wel meer dan de helft. Vrouwen voornamelijk, ja. En hoe zit dat met botox? Ik denk misschien wel 20. Is dat overdreven? 60%. Iets meer dan de helft, denk ik. 1 op 5? Ja, misschien. En die borstvergrotingen, hoeveel zijn dat er dan? Ja, ik weet niet, 20% of zo. Oeh, dat vind ik lastig. Over een specifiek borstvergroting? 30%? Ja. Onze testpersonen schatten dus in dat een vijfde tot meer dan de helft van de Nederlanders wel iets cosmetisch hebben laten doen aan zichzelf. Maar in hoeverre klopt het beeld dat deze jongeren hebben met de werkelijkheid? Het is heel lastig voor ons om het over exacte cijfers te hebben, want die hebben we eigenlijk niet. In Nederland niet, wereldwijd niet, het zijn echt schattingen. Het is natuurlijk privaat, het is commercieel, vaak wordt het niet centraal geregistreerd. Dus het is echt vrijwillig om die cijfers eigenlijk op te geven. Maar een heel voorzichtige schatting is dat het gaat om, ja, ongeveer 3-4% van de Nederlandse bevolking. Absoluut niet een derde, zoals sommige van de jongvolwassenen dachten. Cosmetische ingrepen worden steeds normaler, maar zijn dus wel een stuk minder normaal dan de meeste jongeren denken. Waarom is het zo belangrijk voor Annemette om dit in kaart te brengen? Vanuit sociologisch oogpunt is het belangrijk om te bedenken van, wat doet dat nou eigenlijk? Als jij denkt, iedereen doet het, het is heel normaal, wordt het dan iets dat verwacht wordt? En van wie wordt het dan verwacht? Is dat dan voornamelijk dat het verwacht wordt van vrouwen? En wat doet dat dan met bestaande ongelijkheden? Of misschien werkt het ook wel nieuwe ongelijkheden in de hand? Want wie kan bijvoorbeeld de duurdere, goede arts betalen? Die misschien wel beter gekwalificeerd is, die natuurlijker werkt. En wie wijkt bijvoorbeeld af naar een arts die misschien wel helemaal geen arts is? Blijven natuurlijk wel medische behandelingen. Dus er kleven risico's aan, er kunnen complicaties optreden. En soms gaat het ook wel eens gruwelijk mis. De 24-jarige Alena wil een strakker lijf na een eerdere maagverkleiningsoperatie in ons land. In Nederland kan wat ze wil nog niet en daarom zoekt ze een arts in Turkije. Die doet dat wel en nog goedkoper ook. 2 dagen na de operatie overlijdt Alena in Turkije. Dit zijn zeer tragische gevolgen. Laten we even teruggaan in de tijd. Hoe zijn we op dit punt gekomen? Dat we er blijkbaar niet meer raar van opkijken dat we aan ons lichaam sleutelen. Een kort overzicht.
Cosmetische ingrepen gaan eigenlijk al een hele tijd terug. Dus er zijn ook aanwijzingen dat bijvoorbeeld in het oude Egypte al werd geëxperimenteerd met cosmetische chirurgie. Of in India 2500 jaar geleden dat een arts al een soort van neuscorrecties uitvoerde. Dat waren wel hele andere neuscorrecties dan hoe we het nu doen. En als we dan een flinke sprong in de tijd maken, dan zie je dat plastische chirurgie zich echt ontwikkelde rondom de Eerste Wereldoorlog. Wanneer soldaten echt zwaar verminkt terugkwamen van het slagveld. Dus met een missende neus, een missend oor. En dat chirurgen dat probeerden te reconstrueren. Zodat die soldaten toch ook nog een redelijk normaal leven konden hebben. Dat gaat in die tijd om zoveel mensen dat de plastische chirurgie zich snel ontwikkelt. En die plastische chirurgie die bestaat natuurlijk nog steeds. Plastische chirurgen houden zich bijvoorbeeld bezig met het herstellen van een hazenlip of bij brandwonden of bijvoorbeeld bij oud en nieuw, wanneer er iets misgaat met vuurwerk. Maar geleidelijk aan, zo na de Tweede Wereldoorlog, gaan chirurgen ook steeds meer opereren op normale, gezonde lichamen. Dus dat ze eigenlijk zonder medische noodzaak gaan opereren. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan neuscorrecties, aan de Brazilian butt lift, borstvergrotingen, zonder die medische noodzaak dus eigenlijk. Zo eind 20e eeuw, begin 21e eeuw, wordt de cosmetische chirurgie booming business. Het werd ook betaalbaarder en laagdrempeliger. Vroeger, als je een neuscorrectie wilde laten doen, dan moest je echt een operatie ondergaan. En de meeste mensen kiezen daar alsnog wel voor, maar je kunt het ook door middel van fillers laten doen. Dus dan heb je een tijdelijke neuscorrectie. En ook de mogelijkheden en soorten behandelingen nemen toe. Wat je ook ziet, is dat botox nu ook niet alleen maar gebruikt wordt om rimpels te bestrijden die er al zijn, maar juist dat het ook preventief ingezet kan worden. Dat heet dan baby botox. Dus dat is eigenlijk het voorkomen van rimpels. En dat wordt natuurlijk gemarket naar een jongere doelgroep. Dus dan neem je botox voordat je rimpels krijgt. Goed, de cosmetische chirurgie wordt steeds beter en er kan steeds meer. Dat het kan, is één ding. Maar waarom maken we er zoveel gebruik van? Ja, het is eigenlijk al eeuwen oud dat wij mensen bezig zijn met ons uiterlijk, met schoonheid, met het verfraaien van ons lichaam. Maar dat is wel in een soort stroomversnelling terechtgekomen. En daar zijn meerdere verklaringen voor, meerdere factoren die daaraan bij hebben gedragen. Ten eerste kunnen we denken aan het neoliberalisme en het neoliberale denken, zeker ook in Nederland. En dat neoliberale denken legt heel erg de focus op individualiteit en eigen verantwoordelijkheid en eigen keuze. Dus als jij van jezelf vindt dat je niet mooi bent, dan is het jouw eigen keuze en misschien ook wel eigen verantwoordelijkheid om daar iets aan te gaan doen. Dat neoliberalisme werd groot in de jaren 80, 90. In de jaren 90 beschreven al een paar vooraanstaande sociologen hoe ons lichaam eigenlijk gepresenteerd en geconstrueerd wordt als een maakbaar object, een project. En omdat we natuurlijk aan ons lichaam vastzitten ons hele leven lang, is dat ook iets waar we aan moeten werken als onderdeel van onze eigen identiteit. Het is een project waar je ook in moet investeren. En als je dat koppelt met de consumptiemaatschappij waarin we ons ook bevinden, dan zijn er ook zat opties, producten, diensten, om inderdaad iets aan jezelf te doen. Simpele dingen zoals foundation, mascara, een keertje naar de schoonheidsspecialist, maar cosmetische behandelingen, zoals botox, fillers, neuscorrecties, vallen daar natuurlijk ook allemaal onder. En er gebeuren nog meer dingen in deze periode die ons uiterlijk naar de voorgrond duwen. Wat je in de jaren 90 ook heel erg zag, was die hele dominante celebrity culture, waarbij voornamelijk vrouwelijke celebrities echt onder een vergrootglas werden gelegd. En als ze er een keer niet goed uitzagen, dan werd dat breed uitgemeten in alle roddelbladen. Ze zouden er nu niet goed uitzien. En daar krijg je natuurlijk ook een bepaald idee van mee, als je dat ziet. Ook zijn er steeds meer banen waarbij je uiterlijk belangrijk is. Dus de dienstensector is heel erg gegroeid. Daarbij moet je denken aan banen waarbij menselijk contact ook heel belangrijk is. Waarbij dus ook je eerste indruk belangrijk is. En voor je eerste indruk is een bepaald uiterlijk ook handig. Dus als je denkt aan makelaars, winkelverkopers, maar ja, ook universitair docenten. Je moet er toch wel enigszins representatief uitzien eigenlijk. En daarbovenop kwam social media. Met sociale media is er eigenlijk nog meer nadruk gekomen op dat ideale plaatje. En dat is niet alleen het ideale plaatje van celebrities, want ja, daarvan weet je ook wel, zo kan ik helemaal niet worden, zo wil ik misschien ook helemaal niet worden, maar het zijn ook echt de plaatjes van mensen die je kent. Dus dat staat veel dichter bij jezelf. En je ziet natuurlijk ook vaker je eigen beeld, je selfies, et cetera, et cetera. Zo zagen we dat het vele videobellen tijdens de coronapandemie ook voor een stijging zorgde in het aantal cosmetische ingrepen. In de cosmetische sector sprak men inderdaad van een soort Zoom-boom. Ja,
we moesten natuurlijk allemaal thuis werken. Dus we brachten onze dagen al videobellend op Teams, op Zoom door. En dan word je de hele tijd geconfronteerd met ook je eigen uiterlijk. En dan vallen die rimpeltjes of die vermoeide blik, dat valt dan natuurlijk wat meer op. Dat werd ook niet geholpen door het licht dat niet optimaal is of de camera die vervormt. Dus na de coronapandemie was er inderdaad ook weer een toename in cosmetische behandelingen. Maar er speelt nog iets onder jongeren, waar Annemette zelf niet bij stil had gestaan voordat ze met haar onderzoek begon. In ons onderzoek onder middelbare scholieren en mbo'ers zagen we ook iets wat we eigenlijk helemaal niet heel erg verwacht hadden. Maar dat ze heel erg bezig zijn met het feit dat er zomaar een foto van ze genomen kan worden. Dat er zomaar een filmpje gemaakt kan worden. En sommige jongeren ervoeren echt een soort druk om er dus altijd goed camera ready uit te zien. Omdat ja, zo'n foto kan gedeeld worden. Daar kan allemaal commentaar op komen. En dan staat het voor altijd op het internet. Daar zijn ze heel bang voor. Dus dat speelt ook best een rol in het leven van sommige jongeren. De stap naar een cosmetische ingreep kan dan verleidelijk zijn. Want schoonheid is maakbaar. Maar maakt het je dan ook echt gelukkiger? Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Worden mensen gelukkig van cosmetische behandelingen? En er is ook wel onderzoek naar gedaan. En een deel van dat onderzoek laat ook zien dat het een positief effect kan hebben. Maar kanttekening daarbij is wel dat veel van die onderzoeken uitgevoerd worden door de klinieken en de ziekenhuizen achter die behandelingen. En ook dat die eigenlijk vrij kort op de behandeling volgen. Zeker kort na zo'n ingreep kan er sprake zijn van iets dat we noemen cognitieve dissonantie. En daarbij moet je denken aan, nou ja, je investeert natuurlijk in zo'n behandeling, zowel qua geld als qua tijd. Een behandeling, zeker als het een operatie betreft, doet ook zeer natuurlijk. Dus je zegt eigenlijk van tevoren al tegen jezelf, dit gaat het waard zijn, dit gaat het waard zijn. Daar geloof je dan ook helemaal in. En zeker kort na zo'n behandeling hou je daar ook nog heel erg aan vast. Terug naar de vraag waar deze aflevering mee begon. Heeft de toename van cosmetische ingrepen invloed op jongeren? Die gedachte van iedereen doet het, dat kan ook wel consequenties hebben. Want in een soort misschien wel dystopische toekomst kan het dus zo zijn dat je als jongere, jongvolwassene misschien wel gaat denken dat je iets moet gaan doen. En wat gebeurt er dan ook met de mensen die daar niet aan meedoen? Weet je, mensen die dit niet willen, die er niet voor kiezen, wordt dat dan uiteindelijk gestigmatiseerd? Genoeg om over na te denken, dacht ik zo. Dankjewel, Annemette. En wil je graag meer weten over de mogelijke complicaties bij cosmetische ingrepen? Check dan eens een eerdere video die wij maakten over hoe gevaarlijk fillers zijn. Je vindt die op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende!